Dit is nog eens de opstelling, mocht u die daarnet niet hebben meegekregen bij Gent. Geen enkele verrassing? Nee, nou, geen verrassing. Wel met z'n vieren achterin, net zoals ze dat in de wedstrijd opcerkelen. Castro Montes. Orban. Kijken. En Kuipers zoeken. Mooi van Kuipers. En hier bijna de openingstreffer. Nee! Wat ook Castro Montes miste. De man druk te gaan zetten op Samoase daar. Maar goed, het werkt wel. Ze recupereren in ieder geval. En denk je, vindt Boho. Beetje moeite met de bal. Dan toch er goed tussen gedraaid. En dan afwerken. Goeie redding van Nardi. Ja, daar was dan ook Cerkelenbrugge met een tweede gevaarlijk moment. Nog niet afgelopen natuurlijk. Langdurig de bal in eigen rangen te houden. Dat ze graag doen, maar ja, tegen Cerkelen. Dan zie je wel vaker dat ploegen andere dingen proberen. En hier is Denki. Ja. Sorry dat ik ertussen kwam. Nee, het was nodig. Want, ja, dat is bijna binnen. Het werd heter en heet. Op één na laatste stond. Eind september, begin oktober, toen moest iets over. Nou, na een inworp was het net iets... Dat spreekt voor zich. Denki. Hij heeft een echt team gecreëerd. En Boho, toch weer te veel ruimte daar. Achter die twee verdedigende middenvelders. Somers brengt hem. Denki moet scoren en hij scoort. Het is 0-1 voor Cercle. En Kevin Denki doet het heel fraai. Cerkelenbrugge op voorsprong in de Gelamco Arena. Niet voor het eerst dit seizoen natuurlijk. Denki net uit de draai. En nu dit. Met veel vrijheid daar voor Boho. Tussen middenveld en verdediging. Goed blijven kijken van Somers. Hè. Echt goed man uitgekozen. En hem daar neergelegd waar hij moest komen. Een mooie omhaal, daar niet van. Er was nog werk. Maar het is vooral toch die gemeten voorzet van Somers. Die hele zuivere maakt. Hoor. Absoluut. En natuurlijk ook, ja, Biontkowski gaat het eigen doelpunt niet tegenkrijgen. Maar... Het zou straf zijn moest dat er anders uitgezien hebben van op 10 meter dan op 50 meter. Een afstand die wij moeten overbruggen. En hier zit hij eronder. En hier de kans voor Jules Sager. Orban, press. Ja. Gift Orban. Zoals het getal op zijn rug aangeeft, nummer 20 voor hem. En hij is hier sinds eind januari. Niet normaal, deze man. Als er eentje binnen te duwen valt, dan staat hij daar toch weer op de goede plek. Hier. Geen buitenspel, hè? Nee. En Lopez da Silva, nog niks verkeerd gedaan. Tot nu natuurlijk, want dat is er wel flagrant onderdoor. Hij kijkt er zich helemaal op. Altijd bij Jussar, die blijft rustig. Orban blijft achter de bal. Kan hem zomaar binnen tikken. Goed het overzicht van de Deen, die ook eigenlijk bijna niet anders kon. Maar toch, en Orban met zijn 15e in de wedstrijd die nu echt wel even alle kanten uit kan. Met Gent dat goed aan de tweede helft is begonnen. Sven Kums, lekker strak en een goede redding van Majewski. Geweldige save. Hij houdt Cercle hier op 1-1. Want geen idee wie daar laatst aan die bal kwam. Van de Pool. Het is Castro Montes die inloopt met een tip ertegen. Ja, raakt hij? Ik denk het wel. Hier gaan we het zien. Het zal misschien niet veel geweest zijn. Ah, het is een verdediger. Het is Lopez. Lopez da Silva. Bijna een on-goal dus. Ja. In ieder geval fluxe redding van Majewski. Ja. Francis, Fadiso Djidjan staat klaar. Die gaan we straks krijgen. Somers weer opgekeken. Deze keer een minder, maar wel weer naar Denki. En Francis moet trappen. We krijgen een strafschop. Strafschop voor Cercle. Deze zit dan maar mee voor de vereniging. En toch een belangrijk in deze Europlayoffs. Ayase Uweda voor nummer 21. Het zal wel zijn. En je gaat het echt naar die letter beoordelen. Ja, dan kan je bijna niet anders. Nee, kijk, en nu Cercle weer in een betere fase. Boho sterker en sneller op de bal. De man Denki tegen de paal. Ja, dat hing hier toch aan een zijden draadje. Nog weer dan de penalty en nu Denki op de paal. Opnieuw gekanteld. Grote kans ook, Gert, hier. Die bal te verwerken. Samoase. Goed. Ojija. Orban, randje buiten spel. Geweldige controle. Orban voor 2-2. Orban, nee. Tissoudali. Kuipers binnen. Toch 2-2, maar de vlag. De vlag naar omhoog. En het enthousiasme voorlopig getemperd. Het was randje, zeker. Hij kreeg hem niet van de eerste keer binnen.
Nee. En het is geen buitenspel. Het is geen buitenspel. Nee. En daarna ook niet meer. Nee. Ja, hier ook niks meer aan de hand. Dus nee, dit is een geldig doelpunt. Nee. Zij weten het nog niet. Nee. Maar wij wel. Zei Chris Meertens. Ja, dat is misschien ook een keer plezant, hè? Denken dat niet. De spelen in Rio. Nee, het is vaak andersom, maar nu gaan ze er erg blij mee zijn. Hein weet het al wel. Ja. En beeld het ook uit. Toch zijn ook enige twijfel over bestaan. Het is... Kijk, nog eens. Ja. Kijk, been. Voilà. Agent. Virtueel. De vijfde plaats en dat Europese ticket binnen. Op deze manier natuurlijk. Dat kan zelfs Cercle Brugge niet. En Erik Lambrechts maakt er een einde aan. Agent speelt volgend jaar Europees voetbal en wint voor het derde seizoen op rij. En dat is uiteraard een unicum. De Europe Playoffs.